En je hebt ook bepaalde combinaties. Evert. Ik neem het heel serieus. Ik was hier te langzaam voor, Evert. Nee, je hebt ook bepaalde combinaties die heel gezond zijn. Dat is bijvoorbeeld kaneel met honing. Die combinatie is echt fantastisch. Heel veel antioxidanten in, mineralen. Maar hoe neem je het dan in? Ja, je kan ook gewoon los kaneel en honing doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook lekker kaneel en honing samen kopen. En ja, dat is hartstikke lekker in je thee. Maar je kan ook zo'n lepeltje doen. Of op een broodje smeren. Of op een broodje smeren. Nee, dat, Bo, ik weet zeker. Kaneel en honing, dat is dus de ideale combinatie. Ja, Alberto, je steekt hier wat van op, hoor. Ik heb nog een hele bijzondere ook nog bij me. Want dit is honing met goud. Met 23 karaat goud. Wat heb je dus voor Connie Breuken? Wat heb je daar? Ja, je hebt er niet veel. Het is voornamelijk heel lekker. En het staat toch heel leuk als je dit zo aan je gasten kan geven. Ja, ook dit heeft geen...